Mariska Huisman, gefeliciteerd. Je hebt je eerste overwinning van het seizoen binnen. Ja, eindelijk. Ja. De afgelopen wedstrijd ging niet zo heel erg goed. Tenminste, de eindsprint niet. En deze was raak. Want zit je daar toch op te wachten op je eerste overwinning, na het succes van vorige seizoen? Ja, vorige seizoen had ik natuurlijk de cup gewonnen en ik begon ook wedstrijden te winnen. En dan wil je dat nu wel weer doorzetten, die lijn. Ja, en de eerste wedstrijden waren 9 en 6. En ik dacht, ja, ik moet er toch wel eentje winnen binnenkort. En dat was vandaag gelukkig, ja. Ja, wachten in de finale heel geduldig in de rug van Maria Sterk. Ja, je hebt aan de overkant wat wind. Dus als je wat langer blijft zitten, dan zit je gewoon uit de wind. En in de bocht ging Maria iets naar buiten. Ik dacht, nu moet ik binnen doorpikken. En ja, dat lukte gelukkig, ja. Het zag er heel makkelijk uit. Ja, zo makkelijk ging het niet hoor. Nee, het is best wel zwaar. Het regent natuurlijk, dus je moet best wel... je zicht is wat beperkt, zeg maar. Dus je moet echt heel erg opletten. En het ijs is natuurlijk, ja, een beetje wind. Het valt mee hoor, maar het is wel, ja, het is prima. Er is wat veranderd voor zowel jou als voor de ploeg. Jij gaat het seizoen in als cupverdedigster. Bovendien is de ploeg uitgebreid naar 4 vrouwen. Wat voor verandering heeft dat allemaal voor gevolg binnen jullie ploeg? Ik hoop dat dat iets makkelijker wordt voor mij. Ja. Nu kan ik in de sprintjes wat worden geholpen. En als er uitlooppogingen zijn, heb ik ploegmaten die mee kunnen of het gat dicht kunnen rijden. Dus voor mij, ik denk makkelijker. Maar wordt er ook meer verwacht van je? Ja, dat denk ik wel. Ja. Als je vorig jaar de cup wint, dan hoop je dat je dat nu weer kan doen. Ja. Het veld is wel sterker geworden als vorig jaar, moet ik zeggen. Dus, ja. Dus je hebt die steun van die 2 extra vrouwen eigenlijk hard nodig, wil je maar zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja. De eerste 2 wedstrijden was hij voor nog gevallen. Vandaag viel ze in de laatste ronde, dus dat gaat al beter. Maar ja, ik heb afgelopen wedstrijden dus niet helemaal volledig 4 vrouwen gehad. Maar het moet wel beter gaan, ja. Wat zijn jullie ambities als ploeg voor dit seizoen? Ja, natuurlijk. Ik wil graag de cup weer pakken. Ik sta nu wel ver achter. Maar ja, als ik deze lijn door kan zetten, dan kom ik misschien dichter in de buurt. En het ploegklassement, volgens mij staan we daar ook 2e. Nou ja, dat is ook wel leuk om te winnen. En we hebben het jongerenklassement nu voor Bianca Rozenboom. Dus dat is ook heel mooi. Ja, dat is wel genoeg, toch? Kan niet op? Nee, het kan niet op, nee.